Abonneer je op Panda! Panda! We zijn hier met Milo. Ja, hallo. Ik vind die intro een beetje lang duren. Een beetje lang duren wel. Ik vind het een beetje, moet even iets sneller. Je had een beetje meer de vraag kunnen stellen. Okay, ja. Heb je toevallig een dilemma over voetbal of niet? Ja, misschien een vraag anders. Nooit meer voetballen of nooit meer voetbal kijken? Oei, oei. Nooit meer voetballen, dat doe ik toch bijna nooit. Dus dat is niet zo moeilijk. En voetbal kijken ook niet zoveel. Ja, ook wel iets meer. Ja, ik weet het. Ja. Nooit meer voetbal kijken. Zo. Okay. Echt? Hoezo? Gewoon. Okay. Nooit meer voetbal kijken of meer gamen? Nooit meer voetbal kijken, want gamen dat is een deel van mijn werk. Gewoon. Nooit meer voetbal kijken deel, dan? Ja, denk ik. Voetbal kijken is alleen voor de fun. Oké, voor Bas. Go ahead supporten. Wow. Of stoppen met YouTube. Wow. Oeh, dan stop ik gewoon met YouTube en dan is het klaar. Ja. Zweer het. Ja. Zweer het. Ja. Nooit, doe Janine ook even de vlog. Go ahead supporten. Nee, Janine even weer de vlog. Janine trouwens. De begeleider van vandaag. Zo snel. Janine, nooit meer voetballen of nooit meer voetbal kijken? Oké, de volgende vraag. Ik hoorde hem al een klein beetje doorschrijven. Zo snel zijn als Donnie's Blanca. Of zo lekker zijn als Tommy's Banaan. De tweede ik ben al zo lekker als Tommy Brown. Zo snel, heb ik ook snel als die planga, dat is natuurlijk wel een hele snelle. Hij is echt een heel vlot papiertje. Gods erg vlot. Ja, ik ga toch voor de snelle snelheid. Ik wil wel snel zijn. Ja. Laat mij dan maar snel zijn. Ja. Zijn jullie hyped voor FIFA 90? Tuurlijk. Nou zeker. Tuurlijk man. 95. En je weet het hè. Onze Evert heeft het gezegd. De Champions League. De Champions League. Nou inderdaad. Kijk, en mensen denken dat hij het per ongeluk zijn, maar het was allemaal een onderdeel van een grote plan. Dat weet niemand. Evert, Mind Games. De journey die gaat weg. Marketing. De journey? De journey? Wat? De journey. Ja, ik heb dat zelf. Komen jullie gewoon in FIFA 20 aan? Dat klopt. Nou, ja, nou, dat klopt. Ja. Je ziet de journey, die is eigenlijk wordt vandaag voor het eerst opgenomen met het Olympisch Stadion. Ja. Dit is een kleine scoop ook eigenlijk. Eigenlijk mochten we dit eigenlijk niet vertellen. Er zitten hier mensen van die EA. Mag ik wel eraan hebben dat we dat uitgeknipt? Die vinden ja, dit gaat kan beter. Dit kan eruit. Ja, dat moet je eigenlijk. Kunnen we even deze, even die. Ja, dit kan er gewoon uitgeknipt worden, maar we komen erin. Ja, we komen er wel in, natuurlijk. Dit is eentje voor het blad hoor. Wat vinden jullie tot nu toe van het WK? Leuk. Leuk. Spanning, sensatie. Juichen! Nee, we hebben natuurlijk Ronaldo gezien, 3 doelpunten. Heb ik ook gezien. Ja. Dan ben je... Maar vanavond komt de ploeg van het land... Vanavond komt de ploeg van het WK in actie, Zwitserland. Zwitserland! Serieus, Gerard? Nee. Ronaldo topscorer denk ik en Brazilië wint het WK. Dus heb je die alvast, noteer maar even. Oké, ja. Nou, wie gaat het WK? Je noteert hem niet. Je noteert hem ja, ik zie hem niet noteren. Ik zie hem niet noteren. Nee, ik zie het toch niet. Ja. Ik denk Brazilië. Zwitserland. Brazilië. Zwitserland en Brazilië. Maar kijk, als Milo moet ze spelen, dan gaat het al fout. Hè? Want ik weet niet of je ooit wie is de mooiste. Daar is het al misgegaan natuurlijk. Dus misselijk maken de gozer bij je, Bas. Je kan beter op mij vertrouwen. Dus Ronaldo, we topscoren, Brazilië en Venezuela. Vuilen, bloedzuiger, pisvlinder. Nog vragen, ben je er klaar mee? Zwitserland, nou, okay, Alela Suisse. Misschien is vanavond, voor de kijker, al waarschijnlijk een week geleden. Maar, ja, waarschijnlijk. Wie is de beste speler op dit moment? Ronaldo. Shaqiri. Ronaldo. Nee, Mbolo denk ik. Mbolo. Of misschien Fabian Scheer. Het is Ronaldo, jongens. Laten we nou voor één keer. Laten we nou voor eens en altijd duidelijk maken. Mattie voor in de vlog. Gerard, ik doe de dip. Laten we nou voor één keer duidelijk maken dat Ronaldo de beste speler is. Wat is dit dan? Ja, Mattie. Nee, ik denk Morata. Oké, dan. Mattie. Ja, lekker vent. Mattie, lekker ventje. Gewoon een goede, lekkere, Hollandse jongen. Heerlijk, een boeren jongen, nuchtig bleef. Echt zo'n eentje. Hij blijft bij zichzelf, dat vind ik belangrijk. Ja, die jongen is zichzelf gebleven. Kijk, ondanks wat heel veel mensen niet weten, hij heeft al 3 huizen ergens in Paramaribo. Dat weet niemand. Maar zo, ondanks dat, is hij nog steeds gewoon normaal gebleven. Zo, de ADBC is 7 en dan ben je, ja, dan ben je, ja. Dan ben je, ABC, dan ben je echt een grote speler. Dan ben je groot hoor. Maar dan, en dan toch nog sowieso. Hoor nog een vrouw in je vlog voor de views? Zie wel Masha in de vlog. Masha, wat is jouw favoriete voetbal? Ja, dat heb ik net al gezegd. Dat was de video. Hey, de mensen zitten even een duimpje omhoog. Abonneer je op Panda! Panda! Dit was goed, hè? Panda. Oké. Dames en heren, kunnen we even een klein... Ja, ook, maar ook even een klein duimpje omhoog doen. Maar gewoon een kleintje, niks bijzonders. Het hoeft niet meer te zijn dan dat, maar gewoon een kleintje. Milo is ook lid van Team Buiten. Ja, een beetje, maar dat is gewoon slordig. Team Klein Buiten.